Ja, en wij zijn nog niet aan het einde van ons supertalent in Vlaanderen Latijn. Want de laatste super-ex, die moeten nog komen. Hou jullie klaar voor, geef ze een applaus, want hier komen ze. One by one. Cricket! Yeah, yeah, yeah. All right, guys, that's wonderful. And last but not least, the Fresh Twins. Eerste in de rij, Tricking Against Gravity. En what's the spirit? Wij zijn Tricking Against Gravity en we gaan ervoor. TAG, wat mag de jury verwachten? Wat wij eigenlijk doen is tricking. Het is eigenlijk, komt van martial arts, gevechtssporten. En het zijn eigenlijk de spectaculairste bewegingen van allemaal gevechtssporten en acrobatische sporten door elkaar. Die gasten springen straks een gat in de lucht. Zo dus. Wij doen eigenlijk mee om de sporttricking te promoten. En ja, dat het wat bekender wordt dat als je tegen mensen zegt van ja, wat doe ik, die tricking, dat ze tenminste weten waar het over gaat. Hier zijn Tricking Against Gravity, of zeg maar TAG. Push the tempo. Paul, dat zou iets voor ons zijn. Ja, ik wou net een demonstratie geven. Dus, daar was ik al bang voor. Ik denk niet dat het zo moeilijk is. Nee, ik denk niet dat ze er ook lang op geoefend hebben. Ik geloof het niet, nee. Waarom? Naar wat hebben wij eigenlijk gekeken? Martial arts, niet? Zoiets? Een mengeling van acrobatische sport, like turnen, met een mengeling van vechtsport. Van alles een beetje het spectaculairste. Maar nog niet het spectaculairste. Nog niet het spectaculairste. There is more. Hij moet verkoper worden. Ik wil het spectaculairste dan nog wel eens zien. Yeah. Oké. Okay. Dus there is more. En dat wil ik ook absoluut zien. Ik vind het echt spectaculair. Dus... waarvoor al mijn bewondering, dus volgende keer nog spectaculairder. Dank u wel. Leuke onderbroek trouwens. Heb je gezien? Je hebt een witte onderbroek met rode hartjes aan. Ja, wie? Zijn jullie blij? Ja, natuurlijk. Kan niet beter. Mag ik terugkomen? Ja. Jullie zijn nog vrij rustig nogthans. Ja, het viel beter dan we hadden gedacht.